De film Hitman met Glen Powell was een van de meest bijzondere verrassingen van dit jaar. Ik had helemaal niet verwacht toen ik naar die film ging dat ik terug zou komen en zou denken, wow, dit was het. En ik kwam terug en ik dacht echt, wow, dit was het. En online denken mensen er hetzelfde over, want op IMDb kreeg deze film een 6,9 en op Rotten Tomatoes zelfs een 95%. Dit is mijn review van de film Hitman. The slaves take revenge against an emperor. This prophecy is how they enslave us! He's still all the Het gedichtje wat ik over deze film heb geschreven gaat zo. In een film over moorden plegen is Glen Powell als storm en als regen. In echte moorden geen zin, tenminste op het begin. Deze film was een verrassende zegen. Glen Powell, de hoofdrol, die ken ik zelf als Hangman in Top Gun Maverick, maar natuurlijk ook uit Anyone But You, en hij had zelfs een bijrol in The Dark Knight Rises. Maar hij is niet de enige hoofdrolspeler, want de andere hoofdrolspeelster is Adria Arjona, en die kunnen we kennen uit Morbius, maar ook uit Andor, de Star Wars serie. De director van de film is Richard Linklater, en daar had ik nog maar één film eerder voor gezien, en dat was Before Sunrise. Een film waar ik ook zeer over te spreken was. Glen Powell speelt Gary Johnson, een nep huurmoordenaar die werkt voor de FBI en hoopt door zich voor te doen als huurmoordenaar dat mensen die zogenaamd een huurmoordenaar zouden willen inhuren, op die manier toch achter de tralies verdwijnen. My name is Gary Johnson and I'm a fake hitman. En telkens doet hij zich voor als een soort andere huurmoordenaar om in het perfecte plaatje te passen van de mensen die hem zogenaamd zouden gaan inhuren. Not everyone fantasized about the same hitman. En aan het begin van de film zie je hoe één voor één door al zijn geweldige acteerskills allemaal verschillende mensen toch achter de tralies verdwijnen. This is serious. I am in service business. En dan op een dag komt er een vrouw bij zich die zegt: ik wil je graag inhuren voor de moord op mijn man, want ik wil bij hem weg. En natuurlijk, stiekem krijgt hij een soort medelijden met haar. En dan zegt hij, kom op, je wil helemaal geen huurmoordenaar inhuren. En stiekem houdt hij dan contact met haar. Things get, well, run, complicated. Madison. En natuurlijk gaan dingen steeds verder, dus zij krijgen een soort van relatie. We're expecting heavy turbulence. En dan opeens wordt de man op wie de moord al in het begin natuurlijk geboekt zou worden, opeens echt vermoord. En dan is de vraag, wie heeft dit gedaan? Ja, yeah, her husband was just found dead. De film zat boordevol actie en boordevol humor. Dus ik heb daar heel erg van genoten. En dat zijn echt de twee positieve kanten aan deze film. Je voelt heel erg die chemistry tussen Glen Powell en Adria Arjona. Ik denk dat het grootste minpunt van de film is dat hij eigenlijk te lang was voor het verhaal wat ze proberen te vertellen. De film Hitman krijgt van mij een 7 en daarmee staat de film gelijk aan de films The Dark Knight Rises en In the Land of Saints and Sinners. En aangezien er straks een top 10 volgt van de 10 laatste films die ik zelf in de bioscoop heb gezien, gaat de film die ik het langst gezien heb uit de top 10. En dat is in dit geval Madame Web uit de 24ste aflevering. En dan komt de film Hitman in de top 10. En laten we snel gaan kijken naar de top 10. Op 10 staat nog steeds met een 2,2 Challengers. It wasn't even like tennis, it was an entirely different game. Op 9 staat Argyle. I need her to write the next chapter. Op 8 staat Civil War. I'm guess aware there's like a pretty huge civil war going on all across America. Op 7 staat Kung Fu Panda 4. I'm not gonna be the dragon warrior anymore. Op 6 staat de film van vorige week, Furiosa, A Mad Max Saga. To get home, Furiosa fought the world. Op 5 staat The Fall Guy. You are literally the last person on earth I want to see slap the shit out of you. I really could. Op 4 staat Godzilla X Kong, The New Empire. Kong, Godzilla, they can feel it too. Op 3 staat Kingdom of the Planet of the Apes. Are you familiar with the concept of evolution? Op 2 staat met een 7 de film van deze week, Hitman. No, I don't buy it. What? You're not a hitman. En op 1 staat nog steeds met een 7,5, June Part 2. In the shadows of Arrakis lie many secrets. But the darkest of them all may remain. En dan wil ik graag als extraatje jullie ook nog vertellen wat de 10 beste films zijn die ik afgelopen tijd zelf thuis heb gekeken. En dat komt nu.
Op 10 staat met een 4,2 de film Lion. Een film over een jongen die in zijn jeugd zijn broer en zijn moeder kwijtraakt. En die 25 jaar later weer vindt. I had another family. A mother. A brother. Op 9 staat Damsel. They may be royalty, but that doesn't make them good people. Op 8 staat Pinocchio. Hallo, Pops. Op 7 staat Beast. I've never seen anything like this. Multiple attack. Op 6 staat met een 6,4 de film Venom, waarin een journalist geïnfecteerd wordt met een symbioot en daarna het monster Venom wordt en probeert een soort van de misdaad te bevechten. I'm hearing a voice. Not real, you were just in my head. Op 5 staat met een 6,5 Taken met Liam Neeson, wat gaat over een geheim agent wiens dochter ontvoerd wordt en de geheim agent die haar probeert terug te halen. I will find you. I will kill you. Op 4 staat 65. This is Commander Mills. My ship was hit by an undocumented asteroid. Op 3 staat The Lion King uit 2019. Run away, Simba. Op 2 staat met een 6,9 de film Forrest Gump, wat gaat over een man die niet heel slim is, maar ontzettend hard kan rennen en daardoor allemaal punten haalt in het baseballspel en ook nog uitgezonden wordt naar Vietnam. Echt super spannend en heel goed in elkaar zit die film. What's your sole purpose in this army? To do whatever you tell me, drill sergeant. En op 1 staat met een 7,5 Life is Beautiful. Een fantastische, emotionele film over de Tweede Wereldoorlog. Een Joods gezin daarin die proberen de positieve kanten van de oorlog naar boven te brengen. Het was echt een hele emotionele film. En echt fantastisch acteerwerk. Heel goed neergezet. Uno! Quelli che si mettono a piangere. Due, quelli che vogliono vedere la mamma. Tre, quelli che hanno fame e vogliono la merendina. Dan wil ik jullie heel graag bedanken voor het kijken naar deze video. Volgende week gaan we het niet hebben over één film, maar over twee films. We gaan het namelijk hebben over The Mars King's Daughter en over The End We Start From. Laat me zeker weten als jij een van die films gezien hebt en wat je daarvan vond. En of je er volgende week bij bent. En dan zie ik jullie hopelijk dan. Tot ziens, tot later.